Ik vind het eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Ja, als je de trein uitstapt, is het helemaal niet fijn om door zo'n rookwand te stappen. En ik zou eigenlijk liever zien dat ze het verder bij winkels en dat soort dingen ook allemaal aanpassen. Breda Nu. Tegenwoordig is roken op stations verboden. Maar wat vinden mensen hier nou eigenlijk van? Wij gingen de straat op met de vraag: wat vind jij van het rookverbod op stations? Ik weet niet of ik helemaal voor of tegen ben. Ik vind het wel een heftige ingreep. Ja, het is gewoon niet fris en ik hou er ook niet van om in die rooklucht te zitten elke dag. En ja, daarom op zo'n openbare plek is het wel fijn dat het niet mag, zeg maar. Nou ja, ik vind het zelf niet zo heel erg dat het is verboden binnen het station. Ik werk hier ook op het station, dus ik ben heel veel op het station. En ik ging sowieso altijd wel voor het station staan om daar te roken en niet op het perron zelf. Maar het is wel lekker als je even moet overstappen en even snel een peukje tussendoor te doen. Nou, het boeit me niet. Mensen moeten gewoon doen wat hun willen, toch? Dus ja, of zij hun willen roken, het stinkt wel. Maar verder, ja, verder heb ik er niet echt last van. Ik vind het eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Ja, als je de trein uitstapt, is het helemaal niet fijn om door zo'n rookwand te stappen. En ik zou eigenlijk liever zien dat ze het verder bij winkels en dat soort dingen ook allemaal aanpassen. En denk je ook dat die vrijheid dan wordt beperkt? Nou ja, het is niet per se dat ik echt kettingroker ben of zo. Dus ik heb niet per se. Ja, ik denk wel, ja, het is wel kut dat ik nu even niet kan roken. Maar ja, dan straks als ik op plaats van bestemming ben, dan maakt het niet zo erg veel uit. Maar die vrijheid, ik weet niet. Ik denk dat er heftigere dingen zijn dan de vrijheid van een sigaretje roken op een perron voordat je trein vertrekt. Ik denk dat de vrijheid wel wordt beperkt. Maar ja, voor een goede reden wel. Roken is gewoon ongezond. En dodelijk. En ook duur voor de maatschappij. Alle ziektekosten en zo die erbij zitten. Dus voor de greater good vind ik het wel goed. Maar het is wel een dilemma waar je de vrijheid beperkt. Ja, in zekere zin wel dat je weer niet op een bepaalde plek mag roken. Terwijl het toch een keuze is om te roken of niet. En ja, ik zie het gewoon als een openbare plek. En ja, het beperkt de vrijheid dan wel. En wat vind je zelf de beste oplossing? Om het gewoon alleen in binnenruimtes te verbieden. En buitenruimte zou ik zeggen, eigen vrijheid om te roken. Ja, ja, het hoeft niet per se helemaal verboden te worden voor mij. Maar wel gewoon ja, op openbare plekken vind ik wel gewoon netjes dat er niet wordt gerookt, zeg maar. Ik denk dat ik zelf het liefst zou zien dat je, nou ja, hoe het eerst was eerlijk gezegd. Want je had gewoon windschermen staan en palen om in te assen. En dat is nu gewoon weggehaald. En er zijn altijd sowieso mensen later die nog even een peukje gaan doen op het perron. Ook al wordt er niet zo heel veel op gelet of wel op gelet. Dit blijf je wel gewoon houden. Breda Nu.